Het is alweer 2,5 jaar geleden dat Geert Wilders aan een zaal vol PVV-aanhangers vroeg of ze meer of minder Marokkanen wilden. Nou, het antwoord kunnen we ons allemaal nog wel herinneren, denk ik. Duizenden mensen, dat werd ook vandaag is duidelijk weer in de rechtszaal tijdens de inhoudelijke behandeling, deden aangifte tegen Wilders. Ook een 20-tal aangifte ook echt uitgebreid behandeld. Ja, vandaag begon inderdaad de inhoudelijke behandeling van de zaak. En gaat de rechter bekijken of het strafbaar is wat de PVV-leider heeft gezegd. Ja, wat bij mij in elk geval duidelijk werd. Kijk, de uitspraak ligt bij de rechter, bij de rechtbank straks. Maar vandaag werd wel duidelijk dat de manier waarop deze uitspraak tot stand is gekomen, meer of minder Marokkanen, die is eigenlijk volledig in scène gezet. Oud-PVV-aanhangers die heel dicht bij de grote leider staan, hebben dat ook bevestigd. Daar heb ik een verklaring ook afgelegd. En ja, er is wel degelijk over nagedacht. Het was niet zomaar een out-of-the-blue uitspraak. Ja, op die bewuste avond, ik heb vandaag een beetje zitten meeloeren, zitten luisteren naar die inhoudelijke behandeling. Bleek dus dat een aantal PVV-corriveeën in Café Tijd, waar hij uiteindelijk die uitspraak deed, bezoekers al een beetje hebben geïnstrueerd. Straks gaat Geert komt hier binnen op het podium. Grote overwinning. En als hij jullie straks dan een vraag gaat stellen, het zijn een drietal vragen, dan moeten jullie minder roepen. En mensen zeiden terecht, ja, maar wat gaat hij dan precies vragen? En er werd een beetje gekscherend gezegd, ja, willen jullie meer of minder Indianen? Werd er gezegd. Nou ja, goed, het zal wel, dachten sommige mensen. En ja, ze kregen toch een beetje de indruk dat ze straks, op het moment dat Geert Wilders op dat podium zou staan, dat ze weinig respons zouden krijgen. Dus wat hadden ze bedacht? Heel gewiekst. En er zijn een aantal prominente PVV'ers die avond echt verspreid in de zaal gaan staan, om uiteindelijk te kunnen scanderen, minder, minder. Dus er is, daar begint het eigenlijk al mee, ontzettend over nagedacht. Het was niet out of the blue dat hij dat per ongeluk zei, zich vergaloppeerde tijdens zo'n speech. Nee, er was echt over nagedacht om in de media te komen, om te shockeren en op die manier natuurlijk een breed podium te krijgen. Ja, is het nou een politiek proces of staat Wilders terecht in de rechtszaal? Alhoewel, hij was er vandaag niet eens. Ja, ik denk persoonlijk van wel. Hij heeft namelijk geen enkele nuance aangebracht in zijn speech. Nou, de hand natuurlijk wel, hè, toen hij daarover bevraagd werd, maar soms ook niet. Maar ik vind op het moment dat je daar op dat podium gaat staan en je weet het werd live uitgezonden op de landelijke televisie, dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. En als je dan al iets wilt zeggen, en ik ben wat dat betreft voorvechter van het vrije woord, en moet je in Nederland heel veel kunnen zeggen, maar dat houdt ergens toch ook wel op. Op het moment dat je mensen ophitst tegen elkaar en tegen een ras, dan wordt het gevaarlijk. En ik denk dat Geert Wilders hierin met deze uitspraak op het randje heeft gestaan. En nergens ook heeft benoemd dat hij het bedoelde, hè, dat het ging om criminele Marokkanen. Hij heeft in de context die er niet was, uiteindelijk natuurlijk bedoeld dat hij, hè, alleen de criminele Marokkanen wilde uitzetten. Maar dat heeft hij die avond heel bewust wel overwogen, zelfstandig en ook nog eens een keertje gesteund door een team, naar buiten gebracht. En ja, ik denk dat Geert Wilders misschien wel zelf de grootste bedreiging is voor zijn zo geroemde vrijheid. Ik denk dat hij zelf uiteindelijk zijn eigen bedreiging is. En ja, dan kan ik nog maar één ding zeggen wat mij betreft. Op naar de nul zetels. Misdaad, mysteries, bijzondere verhalen, ja, noem het maar op. En natuurlijk ook politiek. We hadden het zojuist even over de zaak die vandaag dient voor de rechter. Hij wordt inhoudelijk behandeld zonder Geert Wilders. Zijn raadsman was natuurlijk wel vandaag. Ik heb me daar net al even pittig over uitgelaten. Zoals hij de vrijheid van meningsuiting benut, doe ik dat namelijk ook. En ik kies er ook een platform voor. In dit geval de radio. Ik schroom me er ook niet voor. Maar in het licht van wat je vandaag allemaal hebt kunnen horen, denk ik dat het belangrijk is om nog eens even terug te gaan naar die bewuste avond, 2,5 jaar geleden. Want wat zei hij daar nou precies? Zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen. Drie vragen
alsjeblieft geef een helder antwoord die onze partij, de PVV, definiëren. En de eerste vraag is, willen jullie meer of minder Europese Unie? Minder! De tweede vraag is, misschien nog belangrijker. Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Minder! En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66 officieren die het een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder! Dan gaan we dat regelen. Ja, dat pakt het toch heel iets anders uit voor meneer Wilders. Want vandaag moest hij eigenlijk in het beklaagde bankje verschijnen. Hij was er niet. We gaan het hier in dossier Mastenbroek natuurlijk op de voet volgen. We gaan eens even terug naar het jaar 1400.